Welkom bij weer een nieuwe aflevering van U in de Wijk Canal Eiland. In deze aflevering ziet u de wijkcoöperatie, want zij hebben een prijs gewonnen, namelijk de U Award. Verder gaat Hans-Peter langs bij zorgcentrum Vecht en IJssel, want daar is een buurmarkt. En tenslotte hebben we Karim en Hachi. Hij is een betrokken wijkbewoner en hij maakt zich zorgen over het verdwijnen van de sociale huur in de wijk. Heel veel kijkplezier. Ja, ik ben Karim Inhuis. Ik ben een bewoner van de wijk Kanaaneiland. En als vrijwilliger ben ik zeer actief in de wijk. Ik zit eigenlijk een beetje met een aantal vrijwilligers werken wij samen aan afvalproblematiek bijvoorbeeld. Maar ik zit ook in de wijkplatform. Ik ben ook een onderdeel van het bewonerscommissie Piersoenlaan Hof. Woordvoerder van de moskee Sint-Nebrahim. Ik heb 14 maanden geleden voedselpakketten voor de behoeftigen opgezet. Voedselpakketten Jongeren Kanaaneiland. Ik ben ook bereikbaar voor heel veel organisaties, instituten. Als ze vragen hebben over de wijk, voornamelijk omdat ik gewoon ook heel erg betrokken ben bij de wijk. Of het nou gaat om school, of het gaat om werk, of het gaat om arbeidsongeschiktheid, of de problematiek in de wijk. En ook wat goed gaat in de wijk. Wat voor mij van belang is, is dat de mens gewoon niet hoeft te lijden helaas. Als het gaat om bepaalde zaken, als het gaat om woning, als het gaat om voedsel, als het gaat om toch een studie, als het gaat om werk. Weet je, daar heeft iedereen recht op. Assalamu alaikum, zulubes, begeer, lafdak, lerham walidin. Nou, dit is het begin van de spaken. En dit is dus koop. Volledig. Over hoeveel woningen had ik het? Want hier zitten er meer. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15 alleen hier al. Het is heel lang. Het heeft heel lang geduurd voordat er echt onderhoud heeft plaatsgevonden aan deze woningen. Die zijn gebouwd in 1955. En het is een omgeving die heel vies was aan de buitenzijde. Vieze straten, vieze portieken, vieze traphuizen. En de gemeente heeft daar gewoon, of de woningcoöperatie, hebben daar gewoon te lang mee gewacht om wat te doen. Waardoor de ellende alleen toenam. Kapotte ramen werden er niet vervangen. Dat duurde nog weet ik veel hoe lang. Je kon bellen en doorgeven dat bepaalde zaken niet werken zoals ze horen te werken. Dat duurde ook echt eeuwen voor mensen. Het werd niet serieus genomen naar mijn gevoel. Dat zeg ik gewoon heel hard. Maar nu is er gewoon een andere omkeer gekomen na 2010 ongeveer. Yo. Wat nu woningcoöperaties doen, ja, is dat ze bepaalde flats willen gaan aanpakken onderhoud. Maar dan beginnen ze echt vanaf 1 tot 30 en dan zeggen ze gewoon, ja goed, als je kunt terugkomen, maar dan is de huur anders. En dat is voor sommige mensen niet eerlijk. En als je naar dit soort, wie zijn dat nou gewoon die hier wonen, wat voor soort mensen? Ja, ik gebruik geen juppenwoord, maar goed, het zijn de meeste zijn echt originele Nederlandse gezinnen of alleenstaanden. Nou, kijk alleen globaal en zie je al dat het. Jeske, Kleinstra, Stiekema, Leeuwen, Wilderijk, Filofuriet, Hopman, nou, Molani, De Guiel, Vuur van den Berg, ja. Weet je, misschien ja. 1%. Ja. Maar als je. Dat is het gewoon. En we zijn er ook blij mee. Dat is niet het probleem. Ja. Maar zorg ook gewoon dat mensen die hier graag willen blijven, dat die de mogelijkheid krijgen. Ik had op het begin van de corona had ik een dame, die woont hier in de wijk. Die heeft mij benaderd, echt helemaal in shock. En ik vroeg wat er was. Ze zegt ja, ze moest. Dus eigenlijk na groot onderhoud kon ze niet terugkomen naar haar woning, omdat dat gewoon niet betaalbaar was voor haar.
En die kinderen zijn hier geboren. Het is een dame die ook alleenstaande moeder. Ja, dat greep mij zo erg aan ook, want met die gebiedsvisie en dat soort dingen allemaal, er wordt heel veel gesproken, maar het is op een gegeven moment wel belangrijk dat mensen ook een beetje vertrouwen blijven houden in de maatschappij. Want als je een brief krijgt en ja goed, er wordt dan besluit genomen van nou goed, dan begint een groot onderhoud. U kunt naar dat adres verhuizen. U krijgt zoveel vergoeding. Ja. En dan vervolgens een nieuwe huurprijs. Als je terug wil keren, zeker. Want alle woningen die nu bijna, zeg ik het goed, ja, bijna alle woningen die nu nog sociale huur zijn, voornamelijk hier, dan heb ik het over Noord, die dan vrijkomen, die zijn zo vrij sector. Kijk naar de Trumelaan. De helft was al vrij sector voordat mensen, weet je, het is gewoon triest. Waarom staan jullie hier? Wij staan hier omdat de oudere mensen die hier al wonen niet zo goed te been zijn. / niet zo goed durven met corona om naar het winkelcentrum te komen. Dus in plaats van dat hun naar ons toe komen, komen wij naar hun toe. Mickey, jij hebt het initiatief genomen om een deel van de markt hier op vrijdag naartoe te halen. Als ze klaar zijn bij het winkelcentrum. Ja. Wat is de achterliggende gedachte? Nou, met name omdat we de mensen willen motiveren om uit hun huis te komen. Sinds de pandemie, dat zal de markt zeker ook merken, is de loop naar de markt heel slecht. We hebben een pilot tot eind van het jaar dat we de markt in de wijk op pantoffelafstand brengen. Waarna we met onze Gouden Koets en de buurtbus de bewoners vanaf november meenemen naar de markt bij het winkelcentrum. Okay, maar het blijft ook dus hier om de week? In de omgeven weken blijven er een aantal kramen hier. De visboeren, stroopwafelkraam. Mevrouw, wat vindt u ervan dat de markt, of althans een deel van de markt, nu ook op vrijdag naar Vecht en IJssel komt? Hartstikke leuk. Dat hebben we nodig, is vertier. Want voor u is de markt om de Beneluxlaan over, dat is toch allemaal wat minder handig? Ja, daar moeten we naartoe, dan moeten we weer het busje bestellen en alles. Maar het is sowieso voor mensen die minder goed ter been zijn, is het wel een hele uitkomst dat nu de markt hier is. Zeker. Gaat dit een succes worden, denk u? Ik denk het wel. Ja, het is nu de derde keer, dus ja, het weer is wat minder, maar ik denk wel dat het een succes is. Het is ook een uitkomst vooral voor oudere mensen dat ze niet helemaal naar de markt hoeven. En dat ze er anders nu toch even een haringje wat ze anders niet kopen. Ik denk het wel. Zeker diegenen die wat slechter te been zijn en in een rolstoel zitten, is dit een uitkomst natuurlijk. U staat normaal 's morgens op de markt bij het winkelcentrum en nu staat u ook 's middags hier. Vindt u een goed initiatief? Ja, het is een heel leuk initiatief en ik sta hier regelmatig met stroopwafels. Dus dit is ook een mooie gelegenheid voor onze ouderen, zeg maar. Mijn toekomsthoop, we willen het volgend jaar ook op meerdere plekken in de wijk gaan organiseren. Bijvoorbeeld zometeen bij de Vasco de Gamelaan, waar veel winkels zometeen weggaan. De Lidl gaat naar het winkelcentrum. Dat we ook daar een kleintje markt, buurmarkt zoals ik het noem, gaan organiseren. Want je ziet het, het belangrijkste bij mij is de koffie en het sociaal contact. En daaromheen kun je daar wat kopen. Nathan, jij zit hier met een hele grote gekleurde U in je handen. Yes. Kun je vertellen wat dat is? Dat is de award, dat is de prijs van de Utrechtse Four Global Goals. Waarbij nummer 1 armoede is, dus zorgen dat armoede bestreden wordt. En nummer 4 kansengelijkheid, scholing, et cetera. En waarvoor precies? Wat was de motivatie van, ik neem aan dat er een jury of zo was? Ja, ze vertelden dat ze mij al lange tijd dat ze zien dat er heel veel gebeurd is. En dat eigenlijk de wijkcoöperatie
strijd om meer werk voor en door de wijk mogen te maken. En is de award voor jou of is die voor de wijkcorporatie? Hij is, er staat wijkcorporatie op, vandaar dat we hier ook met z'n allen zitten. Ik had de eer om te mogen ontvangen. Het is dus voor de wijkcorporatie, dus voor ons allen. En het onderscheidende is dus dat wij met elkaar zorgen voor meer werk door en voor de wijk. Eigenlijk via het zorgen dat de geldstromen die door de wijk gaan meer bij de mensen uit de wijk terechtkomen. Neem niet aan dat je deze prijs nodig hebt om gemotiveerd te blijven, maar het is wel een mooie opsteker, toch? Het is zeker een opsteker voor ons allen. En naast mij zit Clarita. Er komen honderden vrouwen fitnessen die, als zij er niet was, veel moeite met hun gezondheid zouden hebben. Dus we gaan ook met elkaar daar nog veel meer mee doen. Of niet, Clarita? Ja, zeker. Dan gaan we meer bewoners van Canarieland, meestal vrouwen, dat meer komen ze en sporten en trainen hier binnen in de kraakstation. Ja. En ook de mensen van wijksupport die hier allemaal zijn. Een samenwerking met de twee ROC's, MBO Utrecht en ROC Midden-Nederland. En al deze dames hier, kunnen jullie je hand even opsteken? Die onder de bezielende leiding van Amina hier dus een toekomst krijgen. Een stageplek. En ze komen net van de hulp bij mensen thuis, hè? De huishoudelijke hulp en de zorg. En ze doen van alles. Ze gaan binnenkort ook samen met de zorginstellingen heel veel ouderen proberen dat die ook een frisse neus kunnen halen. Dus begeleid een rondje buiten maken. We zijn bezig om al die mensen die hier willen werken, dat die ook het werk makkelijker kunnen gaan vinden. Ja. Dit was het weer. Ik hoop dat u heeft genoten. Heeft u nog tips? Stuur dan een mailtje naar kanaleneiland@unewijk.nl of kijk onze filmpjes terug op www.unewijk.nl. Tot volgende week.